Let's go. We gaan beginnen. Als crewmate, het zal eens niet. Haha. Lopie. Naar O2. We beginnen meteen met een garbage disposal. En hier moeten nog meer garbage disposalen. Oh, hier moeten we in. Sponge gaat weer achter me aan. Ik vertrouw dat echt voor geen meter. Daar komt... Wie komt er nou? Ik denk dat dat... Ik zei het! Oh, ze heeft het gezien. Ja, jongens, het is Saskia. Ja. Wauw. Oh, maar dan kan ik de rest niet meer horen. Dat is helemaal niet handig. Is the body? In electrical. Oké. Ja. Ik ben niet veel van zin. Het was hij, ja. Het was kut. Hoeveel imposter hebben we? Eentje of twee? Twee. Volgens mij. Ja, ik denk dat Sander het tweede is. Nou, hoezo dat nou? Oh. Gelach als het waar is. Hie, allemaal zwart. Wie zou er nou gestemd hebben op Saskia? Geen idee. Ja, dat is wel het leuke aan een anonymous foto. Ja, dat is wel leuk, ja. Dan weten we nooit wie op Sponge gestemd heeft. Ah, dan moet ik wachten op Aaron. Laat ik dat maar de volgende keer doen dan. Jongens, ik weet dat het een beetje vroeg is, maar ik heb echt een donkerbruin vermoeden dat het Sander is. Ja, Sander, die staat serieus, de lichten gaan uit. En Sander had een electrical niks te doen. En net was hij meteen zo van, oh, waar is de body? Ja. Ja, en hij stond ook 2 keer achter elkaar bij de fucking lang bij de cards. Ja, weet je hoe... Die ja, ik dacht wel dat het argument ging komen, slecht. Maar ik koop er helemaal niks van. Nee, het lukte echt niet, die card swipe. Ik zweer het je. De hele tijd bad read, too fast, dan weer bad read, dan weer too fast. Echt, ik werd er scheidziek van. Maar goed, jullie stemmen mij eruit, succes. Stemmen. Ja? Maar ik denk dat het Steefje is, want ze had lights niet helemaal gefixt toen ik klaar was met wires, dus... Nee, klopt. Ik zag haar staan en ik denk, ik wil niet dood. C. Oké, ik weet het niet. I don't trust... Oh, dat is wel naar. Je hoort de discussie niet meer, dat is irritant, hè. Dus eigenlijk Sander was het toch, dus... Ja, discussie niet zo erg. Of ja, tijdens discussie is dat vervelend, anders is het niet zo erg. Ja, dan moet je gewoon switchen, zeg maar. Is er geen switchen. Ja. We zijn nu met 8, dus ik dacht misschien gaat hij hem laag. Ja, hey, nou straks. Nou, dat zien we dan wel of het lukt. Goed. Ik hoop dat ik het ook nog een keer ga zijn vandaag, want... Ik ben zelfs 2 potjes bezig en meteen ga ik al zeuren dat ik het wil zijn. Het gaat er meer om dat ik de vorige keer toen we Hide and Seek gingen spelen, het eigenlijk ook al de hele tijd niet was geweest. Dus ik vind het gewoon leuk om in post te zijn, gewoon een beetje te kutten. Oh, Sander is het weer. Waarom is Sander het altijd? En dan gaat hij straks weer helemaal zielig doen dat hij wordt dat er op hem wordt gefout. Ik zat midden in de scherm. Oh. Het is ja. Milan. Nou ja, ik had een body van Milan gevonden. Hij lag onder bij storage. Dus ik weet niet of er iemand in storage is geweest. Ik ben net storage ingelopen. Nee, ik ben er niet geweest. Ik ook niet. Ik ben letterlijk bij die splitter van storage en die testen naar buiten. Vraag allemaal af wat de reden is dat Sander ervoor heeft gekozen om ik heb de body te zelfreporten. Ik wil even melden dat Sponge zich heel raar gedraagt. Zo gedraagt me raar. Jij loopt eerst
Volgens mij was het muntpal, die is bij navigation, die doet een path, die loopt weg. En jij, echt, je neemt een stap richting muntpal en vervolgens ga je weer terug. Ik loop vervolgens ook uit navigation. Jij loopt navigation in en je bent er nog geen seconde en je gaat vervolgens bij mij volgen. Oké, okay, ik moet wel bekennen, ik was op een gegeven moment in Electrical en toen zag ik Sponge wel naar rechts lopen. Hmm. Dat zou kunnen. Ik vond Sponge echt heel raar. Hij lag echt precies bij die, die hendel dat je dat vel weg moet zetten. Oh, helemaal rechts onderin. In de ruimte. Ja. Helemaal, daar ben ik niet geweest. Ik ben boven via cafeteria gelopen en daar ben ik nog Babushka en Celine heb ik dan nog gezien. En toen ben ik inderdaad naar Weapons en dan naar Navigation gelopen. Hmm. Ik weet niet of ik jou heb gezien, maar... Ik wil zeggen, waar heb je mij gezien? Dus. Ja, gaan we voor Sponge nou? Doorlopen. Ik weet het eigenlijk niet, ja. Je moet stemmen waar je op goed voelt. Ik heb op Sponge gestemd. Oeh. Jullie fucker! Waarschijnlijk heb ik de posters geskipt. Ja, dat heeft Sander goed gedaan. Heeft Sander goed gedaan om daar in mee te gaan. Dat heeft Sander goed gedaan. Want zij is het sowieso niet. What the fuck? Ja, dat was heel goed van Sander dat hij erin meeging, want Sander is het zelf, het was een zelfreport. Ja, ik ben het ook. Oh, huh? Maar ik heb echt nog niks gedaan, daarom. Ik zat er echt... What the fuck? Ja, maar als Sander Steve niet had geholpen, dan hadden ze jou nooit eruit gestemd. Nee, daarom... Waarom doet hij dat? Ik snap het ook niet. En ik was ook, ja, ik was, ja, blij, ik weet niet, ik was... imposter is moeilijk, maar... Ja, het is ook moeilijk. Alleen ik snap dan niet waarom Sander jou zo onder de bus duwt. Misschien om voor zichzelf vrij te pleiten, maar niet echt de teamplayer dan. Ja, misschien. Ik moest wel lachen toen ik zag ik zo weer Sander en ik. Ja. Ik zei ook net al in de opname van... het is altijd Sander. Hoe kan het nou altijd Sander zijn? En vorige potje dacht ik dat jij het was, omdat je achter me aanliep zonder dat je echt een task deed of zo. Toen vertrouwde ik het al niet. Nee, ik ben nog heel erg aan het uitvogelen met de knopjes en dan welke met killen en alles. Dus ik zit er echt als een gol daar rond te lopen. Waar is hij? Oh, daar is hij. Wat ben je aan het doen? Wat wil je doen? Hij staat hier weer bij dat dingetje niks te doen. Ja, dat is niet slim, hè? Ja, ik ben benieuwd hoe lang hij komt. Oh jee, twee mensen. Oeh. Oh, daar komt Steve. Hello. Hola. Hallo. Oh. Ik heb Babushka gevonden. Waar? Jij stond bij Navigation. Ah, ja, ik wist wel dat hij dat ging doen. Ik stond bij Security op de schermen kijken. Security, ja. Ik stond met Security en Sander komt net ineens omhoog gelopen in mijn scherm, dus die is gefanned. Nee, het is Aaron. En dat kan Celine bevestigen, want Celine heeft mij gezien. Het is serieus Aaron. Nee, Sander heeft gelijk. Ik was net met Aaron in Mad Bay. Vervolgens loop ik richting Lower Engine. Ja. En vervolgens is er iets mis met de reactor, toch? Dus ik wil hem fixen. En Aaron, die is er al. En hij is niet mij voorbij gelopen. Kan niet. Ik heb al gestemd. Het is Aaron. Ik denk dat Stephanie ook een imposter is, want die probeert gewoon Sander te dekken, want ik heb Sander net zien vechten. Nee, echt niet. Jij was in de reactor voor dat ik er was, terwijl ik heb met bij eerder... Wacht, maar wat zegt Mumball? Kut, ik heb onmiddellijk Sander gestemd, maar wisklik. Maar jij was ook de hele tijd bij me, dus je kon me helemaal niet killen. Ja, dat klopt. Het is Sander. Maar ik klik per ongeluk wel op jou, Sander. Celine, serieus. Ja, het is sowieso Aaron. Oef. Het is ook oef. Oh, jullie gaan dood. Ik had toch echt verwacht dat ze op Sander zou stemmen. Ja. Ja, ik ook. Maar wat doet Stephanie ook? Die heeft gewoon te veel gedronken, denk ik. Die heeft te veel wijntjes op. Ik snap Sander niet. Waar is hij nou weer? Ja, ik zit nooit te zoeken. Nu is bij Storage, gaat omhoog. Ah oh, ja. Hij loopt naar cafeteria. Volgens mij zit hij te wachten tot zijn kill cooldown. Oh. Ik wil dat ze niet op de knop ging drukken. Er zijn nog maar weinig taken die nog gedaan moeten worden. Ja, hij is een beetje aan het panieken waarschijnlijk, maar daar gaat de cameraman. Ja, dat is jammer dat ze er alle twee staan.
Ja, maar dat is nog steeds niet gefixt. Oeh. Ja. Mensen, oh, daar gaat ze. Oké. Okay. Ik ben benieuwd wat hij nu doet. Ja. Ja, waar is hij nou? Ja, hij zit in de tent. Hij zit in de admin. Hij was met bij uitgesprongen. Oh, huh? Oh, dat heb ik niet gezien. Je moet hem altijd goed in de gaten houden. We moeten hier nog bijna een minuut wachten. Oh, nevermind. Oef. Niet mijn bal. Dat kan niet. Ik heb jou de body zien reporten en je kon niet killen voordat je reporte, dus... Nee, stop. Dus niet Muntbal. Muntbal en ik hebben zojuist licht gefixt. Aaron mocht het waarschijnlijk toch niet, wel, hij was wel een beetje sus. Dus dan ga ik met de keus die Aaron zei. Dan is het gewoon fucking Sander. Gewoon Sander. Ja. Sander die loopt nog steeds wel achterna, dus... Gelukkig maar. Ik zei het! Goddammit! Tine! Ik had het eerst nog een moed was! Daardoor ging het spoontje. Dat was... Aaron, was jij dan wel of niet? Nee, fucking stupid! Dat was Sander, dat zei ik toch! Aaron, je was wel heel erg sus. Ik zei dat ik hem zag venten, ik had gewoon gelijk! Sander en spoontje... Wie was de andere nou? Sponge toch? Ja, spoontje. Oké. Ik dacht dat ik spoontje eruit moest foten, maar anders dan was het echt... Super verdacht als ik Sponge ging backuppen, dus ja. Hij en Sponge zijn nou toch twee keer allebei... Ja, waren twee keer achter elkaar. Twee keer achter elkaar, hetzelfde duo. Dus ja, het kan zijn dat jullie het nou weer zijn. Dat zou ik helemaal kunnen. Nee, want ik ben geen imposter. Dat is wel iets dat een imposter zijn. Jongens, wat is dit vandaag zeg? Het is nu al. Oh, Mutbal, wat is dit zo? Echt, de deuren worden gesloten voor... Ja, ik zag ook, iemand had er echt zin om al die deuren gewoon in één keer te gooien. Ja, en ik loop weg van de kussen hier. Ik denk, nou ja, ik kan niet verder, dus ik ga hem weer terug even kijken. En ik vind het lichaam van Aaron en Mutbal ook slecht. Ik denk wel dat het zelfreport is, want ik was daar bezig met die test en toen ben ik daarna ben ik weer weggegaan. Jongens, ik ben vandaag misschien... Ik ben echt heel scherp vandaag. Ja, dat klopt. Ja, het ging ook helemaal goed de vorige potje, Steve. Ik weet niet wat je vorige potje hebt zitten doen. Ik heb wel Aaron eruit in plaats. Ja, ik wou net zeggen. Ja, dat klopt. Ja, ik heb jou weggestemd, Sander. En ook Sponge. En dit ook. Ik ben van... Zo. Ja, ik heb geen idee. Ik zat vast in de cafeteria, dus... Oké, dankjewel jongens. Ik weet dat het helemaal heb gestemd. Dat je het nu al en de andere vraag. Bye, bye. Ik denk dat ik echt geen kans maak. Ah. In admin. En ik weet eigenlijk zeker dat we Boeska en Steve het niet zijn. Nee, ik heb Steve heel veel bij jou inderdaad zien lopen. En maar... volgens mij ook niet admin in zien gaan. Maar wie heeft er net op Steve gestemd? Het is een zelfreport. Ik ben echt de hele tijd bij jou. Wie heeft er net op Steve gestemd? Dat is... De bal ging niet vooruit. Maar zo heeft mij net de security al 10 keer te killen, dus...
Steve, je hebt me de hele tijd in de gaten zitten houden. Ja, toen ik bij weapons was, toen ik in navigation was, ik ging nou naar Mad Bay en jij gaat mij eruit stemmen? Ja. Ik weet zeker, nou Boris, je moet op Milan. Ja, ja. En dan is het Keith. Ik vind jou zus. Ik moet nog één taak in Mad Bay doen, dat zijn die stomme kutbuisjes, dus ik moest een minuut wachten. Dus je gaat maar met me mee. Maar Stephanie, ze stond bij mij in security en ik denk, had ik alle mogelijkheid niet, om verkeerde. Ik begrijp niet hoe je mij kan verdenken. Nee, Steve, ik vond jou... Of Steve, jij bent het? Je maakt je echt heel kut. Ik ben klaar met mijn tasks. Ja, ik kan het. Ik moet alleen met... Opletten. Nou, ga dan naar Mad Bay, kijk wel mee. Wat? Fuck you! Milan? Ja, Milan. Je hebt een andere fles wijn opengetrokken, zeker? I was wrong, I was wrong. Je hebt mij de hele tijd achtervolgd. Alles zien doen. Voor als je in je eentje bent, is die cooldown echt niet te doen. 50 seconden. Nee, echt. Dat is niet te doen. Ik dacht dat jij het was. Ik was het eigenlijk. Je hebt alles zien doen. Ah, wat? Nou, deze ronde niet. Je zat er net echt volledig naast. Ik weet niet wat je wil horen. Ik zag net toch Murbel jou vermoorden, of wat? Word ik weer gekild? Nee, dat valt mij. Ik denk dat Munbal het is, eerlijk gezegd. Arnold stond samen met mij. Staat Munbal weer. Die zie ik echt van hot naar her gaan, dat is echt niet te geloven. Oh, ik heb dus... Wie van jullie drie heeft groen achtergelaten in storage? Dat is echt zo. Ik denk Aaron. Aaron zat me echt stiekem achter me te lopen. Ik zag Sleen, Aaron en Sander, denk ik, net ik van storage komen. Nu in communication. Ja, jij liet naar komst, Aaron en Sander liet me naar boven. Ik loop storage in en mijn bal ligt daar dood. Dan denk ik inderdaad dat Aaron is. Wacht, nee. Ik navigation, ik sta naast Sander. Ja, ik heb maar ergens een conversation met... gek, alsof je een seriemoordenaar bent. Ik loop richting navigation, dus ik ben een seriemoordenaar. Ik denk dat het Sander is. Ik denk dat Aaron is. Ja, Aaron altijd wel zus. Ik pak hem gewoon even af. Celine is nou in communications. Aaron, of je hebt Muntbal niet gezien? Nou, of het is Celine en Sander, of het is Aaron. Maar... Nee, ik loop in navigation. Ik zie niet in hoe dat verdacht is. Omdat je net van storage kwam. En daar ligt de body. Maar waar is storage? Links, rechts, boven, midden? Nou, mag bij de jij loopt ook in storage. Oh, Derkes. Nee, ik ben de andere kant omgegaan. Want ik ben naar komst gegaan. Ja, zij ging naar komst, jullie gingen naar boven. Wat is je punt? Dat het 2 tegen 1 is, want jullie waren met z'n drieën. En die twee gaan nu op jou. Dus tenzij ze alle twee de imposter zijn. Het punt is dat jij het bent, Aaron. Dat is mij het punt. Echt als een... Ik denk Aaron en Celine. Fantastisch, ik vind dat heel, heel sterk onderbouwd. Ja, avond is altijd zo. We gaan het zien. Bye, motherfucker! Oké. Oh. Oh jee. Ik haat dit spel zo much. Ja, ik zag Stephanie Fenton in Mad Bay. Nice. Dus nou weet ik waarom Stephanie op mij ging. Nou, duidelijk. Ja, oké. Okay. Ze kwam echt die vent uit. Dat was een ping. Oké. Maar... Ze heeft niet eens een defense. Babushka. Ik heb dan niet genoeg klaar, toch? Yes. Oh nee, wacht, we weten niet zeker of Aaron het was. Nee, dat weten we niet zeker. Aaron is altijd... Ik denk dat het waar is. Dat is... Oh, netjes hoor. Sorry, Aaron. Om een of andere reden ben ik het. Omdat er 2 tegen 1 gaat. Echt bullshit. Mij echt achterna lopen om mij te vermoorden of niet?
Ik zag Celine net mijn bal vermoorden. Ik liep echt net storage in. Nee, het is een zelfrapport. Ik sliep echt net nee. in. Daar geloof ik niks van. Ik zal je zeggen, Mumball stond bij die fuel tank. En Celine stond daar ook. Die killde. En ik liep er recht op af. Dus ze heeft gewoon... Ik wil van de rest binnen lopen. Waar was dit, Sander? Want ik heb echt net Celine storage. Ik zou ook een zelfrapport kunnen. Ja, ik kwam echt ik ben net van de rest binnen lopen. Hey, wat is je verdediging? Dat Dave, ik kwam net van rechts binnen lopen. Nee, en ik was mijn navigation. Ik kom van links en die view is dichter bij links dan bij rechts. Wacht, ik hoorde zo'n ding niet meer. Ja, wat? Die view? De view is dichter bij links dan bij rechts. En zij zegt dat ze van rechts kwam. Ik kwam van rechts. De fuel. De jerrycan. Oh. Wat? Maar jerrycan. Ik zag oh, fuel! Maar ik heb echt net Celine gezien bij navigation. Ja, ik kon daar helemaal van rechts naar beneden lopen. Ik stond er echt net in en ik zie het. Nee, maar ik heb roze gezien. Ik weet zeker dat het roze is. Ja, dat klopt. Ik stond aan de andere kant, ja. Ah. Maar heb je iemand anders gezien? Of is het dezelfde of is het ook zo? Ik ga het is een zelfreport. Ik hoop het. Oh, als jullie dat doen, dan zijn jullie echt stiek dom. Wauw. Wat is dit, jongens? Ja, Celine is wel verdacht. Ja. Ja, ik vind het echt heftig. Je kunt al zien op het volgende potje weg. Ja, precies. Ik vind het echt heftig. Volgens mij is Celine het gewoon, hoor. Aan beide stemmen dacht ik het te horen. Dat Sander de waarheid sprak en Celine niet. Maar we gaan het zo zien. Ja, ik dacht het al. Wat is Celine gestemd? Sorry, ik zei dat. Sander, je verhaal. Zo dom. Je verhaal was zo ongelooflijk waar. Nee, dat vond ik oprecht niet. Ik vond het echt dat je duidelijk aan Sander's stem kon horen dat hij de waarheid sprak. Voor jou zijn de excuses aanvaard, maar voor de rest die op mij stemde niet. Ja, dat was echt. Ik ben het helemaal met je eens, Sander. Het is maar goed dat je het niet weet. Ja, echt hoor. Omdat wij dat hier met z'n drieën staan doen, daar geloof ik echt helemaal niks van. Dat Sander hier weer. Twee mensen. Willen jullie mij daar alvast uitstemmen of... Nee, ga niet. Ja. Celine met B. Wie? Wat? Celine in met B. Celine met B. Niet geweest. Ik ben alleen ik maar aan de rechterkant. Ik sta met Elon in admin. Yep. Steekje... Oh, die is ook dood. Nevermind. Ja. ja, ga door. Nee, dus ik heb Steve wat met mij rechts. Ja, precies. Nee, dat heb ik ook gezien. Daarom vond ik het zo raar dat Steve nu dood is. Ik ook. Ik heb ook echt net nog gezien. Mm-hmm. Ik heb vrij weinig mensen wat gezien. Ik apart vond, Sander, en dat hoeft niet per se te zijn dat jij het bent, maar dat we bij O2 stonden toen die afging en toen wou ik die gaan fixen, toen stond je daar, toen liep je weg zonder dat die gefixt was en toen liep je snel weer terug toen ik kwam. Ja, dat heeft een reden. Normaal doe ik die blaadjes en dan is automatisme om gewoon door te lopen. Mm-hmm. En nu was de O2, dus ja. Okay. Maar goed, ik sta nu in admin en daar staat niemand, dus ja, huh? Ook niemand. Maar Aaron en ik staan in net weer. Ja, dus dan suspicious! Wait, whoa. Wacht, ik heb Milan dan wel gezien. Ja. Voor jou niet. Wacht, ik zet toch een kaart zwart.
Nee, dat, weet het, ik zag je al weglopen toen ik daar kwam, maar... Is dit lek of wat is dat? Nou, dat kan bijna niet, want hij kwam daar juist uit toen ik daar naartoe kwam. Dat kan niet. Oké, nu heb ik het voor mezelf. Wat wordt het? Ja, Sander. Dit keer geef ik toe. Dit heb ik gewoon puur zelf gemerkt door niet meer te weten waar ik was. Unfortunate. Succes. Ja, Oh, yeah. Wow. Wow, dat heb je echt heel goed gedaan. Maar Sander, hè? Volgens mij stond ik in storage. Volgens mij liep ik naar onder voor die fuel tank. Maar ik... Ja, maar doordat jij zei van ik heb het verneukt, ging ik ervan uit dat jij het was. Ik dacht dat ik nog in admin stond. Ik weet echt niet waarom. Oh, kut. Nou. Run, baby, run. Sander achter me aan, de verdraaid niet. Godverdosie. Geel kwam daar nog in lopen. Kijken. Dag, babushka daar. Ik heb zojuist Celine gevonden in Medbay. Oké, Steve, dan ben je het zelf. Want ik heb je een paar seconden geleden nog electrical inzien lopen. Dus dan ben je via de vent daar naartoe gegaan. Dat kan niet anders. Nee, ik ben gewoon gelopen. Inderdaad. Dat kan niet. In die tijd kan het niet. Ja, ik heb er ook electrical inzien lopen. Ja, ik ben er gewoon weer uitgelopen. Hoor. Dus kun je met je maar je kan niet in die dat tempo daar komen. Dat kan niet. Stem maar op jezelf, Stef. Nee, dat klopt helemaal niet. Nee, probeer je lach maar niet in te houden. Neem nog een wijntje mee. Ja. Ik heb echt... Ah, daar moet ik toch heen. Oké, ik heb alle tassen gedaan. Kijken of ik hier nog wat kan vinden. Ah, dan staat bij navigation. Oké, mijn deur is dicht. Ik heb mutbal gevonden in electrical. En... ik heb geen idee, ik heb verder niks gezien. Ik ben helemaal rechts bij Bushka tegengekomen. Ik wou het net zeggen, want dat heb ik op de camera's gezien. Ja. Oh, kak. Dus dan denk ik dat het een zelfrapport is. Want ik heb... Aaron stond bij de draadjes en Babushka die liep daar langs, zeg maar. Dat heb ik gezien. Ja, maar je weet alleen niet hoe lang het lichaam er al ligt, dus of Babushka... Ja, maar zo lang zijn we toch nog niet in deze ronde bezig, of wel? Nou, we zijn wel eventjes bezig, want de reactor is al afgegaan. Ja, dat is waar. Dus ja, nee, dat is waar. Bezig. Dat is waar. Het kan wel. Dus... Het zou kunnen. Oké. Altijd een optie. Maar ja, wat ze zeggen, dat klopt in ieder geval. Oké, ja, ik heb al mijn taken af. Dus ik was gewoon overal aan het kijken en toen zag ik bij Electrical iemand liggen. Dus ja, ik kan moeilijk anders zeggen geen idee. Als twee mensen mij hebben gezien. Ja. Wat ging doen, mijn Bush? Wat? Oh, ik ging naar Shield. Ik kwam net van storage, heb ik de laatste wiring gedaan voor mij en toen ging ik dus naar Shield toe. Ja, ik weet niet, dus of Sponge of Babush, maar...
Ik weet niet welke. Ja, ik ben het niet. Ja, nee, ik ook niet. Ik overleef het nooit zo lang, jongens. Ja, ja, dat is juist zo suspicious. Ja, Milo, Aaron, wat gaan jullie doen? Ja, ik vind het lastig. Ik zou bijna zeggen, omdat we eigenlijk zeker weten dat Steven het was. We weten zeker dat Steven het was. Dat we gewoon skippen en dat we dan die laatste task doen. Want we hoeven nog maar heel weinig tasks. Hopen dat we het redden. Ik hoop dat dit een goede keuze was. Oh. Ja, ja, we zijn eruit. Jullie zien hoe dat ja, we hem ook niet hadden gedaan. Wat moest ik anders doen? Steven was op de hoogte. Ja, ik kon niks anders. Sorry, Moeska, ik dacht echt dat jij het was. Op een gegeven moment... Ik weet niet meer wat er was, maar op een gegeven moment... Ik liep op een gegeven moment... En ik was echt als het dood dat jij... Ja, ik liep op een gegeven moment terug, omdat ik even wou checken of het allemaal goed ging, zeg maar. Ook toen Muntbal op een gegeven moment Electrical in kwam lopen, terwijl Sponge er net was ingelopen. Ik dacht van, ik ga even checken of dat allemaal wel goed gaat.